Ja, ja, meet meet. Dat, uh, ja, dat is Engels. En dat staat voor waar uh, Kennis, Maitje Flies. En um, ja, iedereen had wel een mening over Flies. Dat is wat een, een polariserend onderwerp. Uh, en ja, dat, nou ja, vandaar dat, om dit om bespreekbaar te maken, zeg, om mening te vormen, hebben we dat onderwerp bedacht. Zodat kunstenaars gesprekken uh, ja, kennen door middel van hun kunstwerken. En hun mening kennen En dat meest kan een, een mening vorm kennen. Of rooien of een of je kennen. Uh, de Witsenburg-Safol haken En mijn uh, ja, kunst houdt het gesprek wel wat iepen. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk. Wat, wat, wat liet die kunst, vooral vrouwen, uh, Sharon wat voorbeeld nemen? Uh, ja, de binnen wat uh, kunst, wat schilderijen van, 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 van beesten. Omdat Ian uh, van Fleisch hoort. Die vindt dat, die vindt dat, nou, die vindt dat een. Uh, ja, die vindt vlees lekker, maar er ben ik een boel die ben al een hele lang vegetariër. En die laten zien uh, ja, wat er hun ervan vinden. En ek, uh, ja, wat er achter de schermen gebeurt, is echt, echt zichtbaar. Maar de kunstwerken, wat er gebeurt, zijn een heleboel achter de schermen. Ja, nee, uh, inderdaad. En uh, nou, over nou uh, de discussie, uh, wat de minister zei: van uh, stroomstootwapens, mij de mannen mij wat rokken. Daar dat, dat moet een, een explicitie even om. Maar uh, ja, de explicitie is dus in de gloeiende oven. Hoeveel keuzes door mij? We doen jouw uh, 20 kunsters door mij. En ze komen het hele lang aan. Er is zelfs een keer in het Duitsland die door mij. Dus dat is een heel mooi verschaat van kunstwerk. En, en uh, bij elk kunstwerk ging de motivatie van een kunstner, uh, Waarom dat er dat had, wat er dat werk maken gaat, wat er de Mercedes wil. Dus dat, uh, dat ken je, ja. Meestal kennen uh, die, die even een jij horen, wel even goed, even zien wat er al is. Ja, want er ben één uh, kunstwerk per, uh, per uh, schilder. of... Nee, dat bent drie kunstwerk per, per kunstenaar en het wisselt eigenlijk wel wat. We haken wat in, in, nou ja, de beste volle kunstwerken, we wisselen in de expositie, wisselen we wat. Dus het is ook elke week wat anders. Oh. En um, nou ja, 4 oktober is het de dierendag, verschilden haar een speciale dag, dan woont er wat meer verbanden. Dan gaan we dat maar alleen inklaaien. Jongen zitten er een, een natuurfilm spelen. Dus uh, er is er gebeurt van alles op dat gebied ja nou zeg ik uh, tussen de naam van de keuze en jouw naam ik ex ja ik, ik ben je wat wat keuzen nee ja, ik, ik ben er altijd bij de maanden en um, ja toch installaties en en schilderwerk kun je toch uh, ja, wat meid wat wat je vanuit je, vanuit je, vanuit je head wat, wat, nou ja wat je de, de meesten schilderwolks is maar weet je mee bezig binnen en uh, wat je mening is ja wat ken je een eens wat jouw uh, jou schilder had maken ha? Um, nou, dus, die, dus die heeft bijvoorbeeld een, uh, een soort uh, ja, dat is een herdenkingsplakje voor alle beesten die dit uh, slacht worden. Er uh, kan een kiesk bij ons steken en, en dat is op zich al een soort, soort kunstwerk, een installatie. en installatie. Want ja, daar worden per dij er 12 miljoen beesten worden er dingen maken voor u. Dus uh, nou daar wil, ik, daar wil ik maar zeggen, van, nou ja, denk ik eens om die beesten. Ja. En ik ben bezig met een, een scherm. Uh, dat, dat ging ik dan uh, tijdens de expositie schilderen. Uh, want er gebeurt een heleboel achter de schermen. En wat er dan achter gebeurt, nou, dat kennen de meesten misschien niet. Nou even zitten, dat de adres van de groeiende Ovenwijk en vinden? Dat is op Heegstretten, nummer 5 in Dokkum. En uh, wanneer is de expositie Ibane? Uh, die is uh, voor, Just er weer voor de voor het Eerste hier, maar hij is op vreedzame en hier, vreedzame sneeuwen en stad in december.